Dit is niet een fiets zoals je hem kent, dit is de waterstoffiets. Wat deze fiets eigenlijk doet, is die laat heel goed zien wat waterstof is en hoe het werkt. Doordat je trapt, wek je energie op. En met die energie wordt aan die kant van de fiets wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Je hebt eigenlijk door middel van het fietsen, heb je hier een batterij opgeladen door middel van die waterstofcel. En deze auto's kunnen net zo lang rijden tot die batterij op is.